vraag jou. Een andere manier waarop een deel van de mensen er probeert mee om te gaan, we zagen net al in het filmpje, is de zogenaamde mean tweets voorlezen. Dus wat wordt naar jou gestuurd? Lees het hardop voor en gebruikt eigenlijk een soort van geuzennaam. Linda heeft dat ook gedaan, Linda de Mol. Die heeft ook een aantal van dat soort tweets gekregen, berichten gekregen, en die leest ze zelf voor. Die is echt verschrikkelijk. Ik heb deze tweet gezien en toen heb ik op de foto van die vrouw gedrukt, omdat ik wilde weten wie zegt dit. Linda de Mol is dik, te rijk en meer dan 10 jaar ouder dan haar vriendje. Dat gaat slecht aflopen en dat weet ze. Jezus, wat is die Linda de Mol toch vreselijk. Opgespoten cavia. Hashtag de wereld draait door. Cavia? Jezus. Kan Linda de Mol ook praten zonder te doen of iedereen debiel is? Zelfs als ik Alzheimer had, zou ik me er kapot aan ergeren. Dwaze vrouw. Ja, ik heb iets met dat ik doe alsof iedereen debiel is, blijkbaar. Daar ben ik me niet van bewust. Maar die Alzheimer-opmerking vind ik ver onder de gordel, eerlijk gezegd. Ja, wil jij kent Linda goed. Ja. Raakt het haar ook? Voor er zijn wel tweets bij die haar pijn doen. En we zeggen eigenlijk altijd tegen elkaar niks van aantrekken. Maar ja, dat is toch wel moeilijk af en toe. Het lijkt mij heel erg moeilijk. Weet je wat ik het lastig vind? Want ik bedoel, hebben we nou te maken? Kijk, we hebben het gewoon te maken met een hele andere cultuur waarbij we makkelijk toenaderbaar en toegankelijk zijn. Door de social media hebben we ook positieve effecten. Maar dit zijn de negatieve kanten. Maar op welke manier zou je dit kunnen beteugelen? Of moet je dat überhaupt willen? Of moeten we dat gewoon af en toe uitspreken? Hoe ziet u dat? Nou, ik vind het juist fantastisch dat we nu veel meer vrijheid hebben en veel directer contact met elkaar. Vroeger kwam een minister terug van reis en dan stonden ze met de hoed excellentie te zeggen bij de vliegtuigtappen. Nu is het pam, direct, dat is juist geweldig. Dus ik zou dat ook niet willen beteugelen en niet met regels en verboden. Alleen, het vergt natuurlijk wel dat je het met elkaar ook een beetje leuk houdt. Een klein beetje fatsoenlijk en een beetje beschaafd. Dan helpt het als je mensen laat zien wat ze doen. Als je inderdaad klikt op die foto en een berichtje stuurt. En ik denk dat heel erg veel mensen die gewoon Facebook gebruiken of Twitter gebruiken, graag verschoond zouden blijven van dat hele lage getier. Het is ook, uiteindelijk krijg je een soort totale verruwing. Mensen zouden dat in hun dagelijks leven, mag je aannemen, ook niet doen. Waarom zou je dan, omdat je anoniem op je zolderkamer zit te typen, opeens dat wel doen? En ik denk dat. Ja, maar het is ook niet meer anoniem. En dat vind ik zo eng eraan. Kijk, wij zeggen nu steeds anoniem, ja. Maar het zijn gewoon mensen die, als je ze aanklikt, je ziet gewoon wie het zijn, weet je. En ik heb een keer een vrouw die bij mij nodig bij een acteurfoto moest zetten. Wat een vies, dik, volgevrijde hok is dat. En ik gewoon die tekst kopieerde en onder een foto van haarzelf zette op haar eigen Facebookbar, die heel boos werd. Waarom zet je dat bij mij neer? Nou, dat zet je net toch ook bij mij neer? Ja, maar dat is een bekend iemand. Die kan daar toch tegen. Die horen dat de hele dag. Hoge bomen vangen veel wind. Dus bekende mensen zijn ook geen mensen meer. Dat zijn dingen. Daar moet je alles over kunnen zeggen. En als je dat bij hun doet, dan is het hek van de dam, weet je. En daarom pleit ik er ook voor dat we dit soort mensen eigenlijk een soort van heropvoeden. Ik heb op mijn pagina ben ik daar gewoon heel hard. Mensen die lelijk zijn, die blokkeer ik gewoon. Je bedoelt figuurlijk lelijk? Ja, die figuurlijk lelijk. Nee, die lelijk doen. Voor hetzelfde zeg je, jij bent lelijk, je moet eraf. Dat is ook niet netjes. Nee, maar ik blokkeer ze gewoon. En ik wil eigenlijk ook, dat is ook een beetje wat ik nu wil zeggen tegen mensen. Wat dus eigenlijk bedoel met be nice or leave. Weet je, gedraag je gewoon. Als je niet wil gedragen, blokkeer dat soort mensen gewoon. Geef ze geen podium meer.